Als groenste land ter wereld kan Suriname over enkele maanden eindelijk een visie en strategie presenteren die een breed participatief proces zal hebben doorlopen. Dit zei Cedric Neelam, waarnemend algemeen directeur van het NIMOS, het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, vandaag tijdens de opening van een tweedaags nationaal seminar voor het duurzaam beheer van onze bossen. NIMOS is het uitvoerend orgaan van Red Plus. Deze studiebijeenkomst moet resulteren in de uitvoering van Red Plus, een nationaal programma voor het stimuleren van duurzaam milieu en bosbeheer, een verbeterde planning en moet ook bijdragen aan de nationale ontwikkeling. Neelam gaf de visie en strategie van het NIMOS aan. Het NIMOS ziet niets anders dan een nationale visie en strategie voor Red Plus die het ministerie van RGB ondersteunt bij een goede ruimtelijke ordening en het beheer van het bos. Het ministerie van LVV ondersteunt bij ons streven om de voedselschuur te worden van het Caribisch gebied. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ondersteunt bij de uitvoering van haar mijnbouwbeleid, waarbij duurzaamheid en sociale ontwikkeling centraal staan. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme ondersteunt bij de diversificatie van de economie en het bevorderen van toerisme naar het groenste land ter wereld. Het ministerie van RO en haar partners ondersteunt bij het toekennen van grondrechten aan de inheemse en Maron gemeenschappen. De houtsector en anderen in de private sector ondersteunt bij de maximale benutting van hun grondstof en de promotie van duurzaam bosgebruik. Waarnemend NIMOS-directeur Cedric Neelam tijdens zijn openingstoespraak bij het tweedaagse seminar over duurzaam beheer van onze Surinaamse bosinrichting. Anil Persiat, projectmanager van Red Plus Suriname, deelde mee wat Red Plus precies inhoudt. Wat betekent Red Plus? Vrij vertaald is Red Plus het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van ontbossing en bosdegradatie. In het Engels staat dus Red Plus voor reducing emissions of from deforestation and forest degradation. U ziet achter die red ook een plus. En wat houdt dat in? Dat plusje is aan toegevoegd om te benadrukken dat het beheer van de bossen op een duurzame manier zou moeten geschieden. Wij moeten overgaan tot bescherming van onze bossen. En ook gaat om verhogen van de koolstofopslag in de bossen. En zoals eerder ook aangegeven door de vorige sprekers, Red Plus is een mechanisme gekoppeld aan duurzame ontwikkeling, welke in 2005 door de Verenigde Naties tot stand is gebracht. Anil Persiat van het Red Plus programma vanmorgen tijdens het tweedaags seminar van het NIMOS. Het seminar wordt gehouden in de banquethall van Hotel Toranica.